Goedemorgen en welkom bij InfoPlaza TV. Er is vandaag een belangrijke verandering, want de wind is gedraaid naar het zuidoosten, waardoor we geen sneeuwbuien meer van de Noordzee krijgen. Er ligt nog wel een sneeuwgebied boven het zuidwesten en het zuiden en dat trekt langzaam noordwaarts. Er kan dus op verschillende plaatsen nog wat lichte sneeuw vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog en verschijnt van tijd tot tijd de zon. Vanochtend vriest het overal, vanmiddag blijft het kwik ook onder nul, dan ligt hij zo tussen de nul en de min 4 graden. Tegen de avond nadert er vanuit het zuiden nieuwe sneeuwval en dat trekt dan in de nachtelijke uren langzaam naar het noorden. Het blijft overal vriezen, dus op veel plaatsen kan er weer een paar centimeter verse sneeuw vallen, vooral in het zuiden en oosten van het land. Ook morgen hebben we te maken met veel bewolking en uit die wolken valt van tijd tot tijd sneeuw. Er waait nog steeds een stevige zuidoostenwind, dus net als vandaag zal ook morgen de gevoelstemperatuur weer behoorlijk laag zijn. Maar de middagtemperatuur ligt tussen 0 en min 3 graden. Maandag wordt het wat zachter, temperaturen kunnen dan boven nul komen, waardoor er behalve regen ook natte sneeuw kan vallen. De weersverwachting voor dinsdag en woensdag is zeer onzeker, maar het lijkt er toch op dat het licht winters blijft. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.